Werknemers van de reinigingsdienst van Almere hebben woensdag een kitten uit een ondergrondse vuilniscontainer gered. Het diertje is naar alle waarschijnlijkheid met opzet in de container gegooid en was zwaar gewond. Ik ben in de container gekropen om het katje eruit te kunnen krijgen. Dus ik stond beneden, mijn collega boven. Dan heb ik het katje aan mijn collega gegeven en die heb hem in de cabine van de vrachtwagen gedaan. En toen zijn we verder wezen zoeken of er niks in zat. Toen ben ik over de busbaan ben ik gelijk naar het dierenasiel gegaan om hem gelijk weg te brengen zo snel mogelijk. Allereerst hebben we een röntgenfoto gemaakt of laten maken. En daar bleek dus dat het dijbeen echt helemaal doormidden. En zij is bij een orthopedisch chirurg geopereerd. En die heeft pennen daarin gedaan, daaromheen een bepaald draad. Ja, dat zit nu weer goed. En doordat ze jong is, hoeft er in principe daarna nu niks meer aan te gebeuren. En zou het uit zichzelf nu verder moeten genezen. Ze komt er wel weer bovenop, ze speelt. Ja, het is natuurlijk een jong diertje. En die kun je dan niet aan het verstand brengen van, joh, een beetje rustig aan. Dus daarvoor wordt ze beschermd en wordt ze nu in een hokje of in een bench gehuisvest. Daarna mag ze rustig aan weer wat meer gaan doen. En kan de rest van de leven die pennen kunnen erin blijven. Het katje is vernoemd naar het nichtje van de vinder, Haley. En hoeft waarschijnlijk niet lang meer te wachten op een zorgzaam baasje, want haar redder is erg van haar gecharmeerd. Het gaat wel door mijn gedachten heen, maar ik heb zelf al 2 katten. Aan de ene kant zeg ik ja, aan de andere kant weet ik het niet. Het zou wel leuk zijn. De kosten van de operatie komen op rekening van het asiel. Wat zorgt voor een flink gat in het budget. Als u een gift wilt doneren voor Haley, graag. U kunt kijken op onze website. Dat is www.dierenasiel.net voor het asiel Almere. En daar staan de gegevens op. En dan kunt u een gift doneren en graag daarbij vermelden gift Haley. Dank u wel alvast daarvoor.